Wat weinig mensen weten is dat Veurne Snackfoods deel uitmaakt van het grote PepsiCo International. Hier in Veurne produceren wij meer dan 60.000 ton op jaarbasis. Producten die in de markten verkocht worden onder de merken Lay's, Smith's, Doritos en Cheetos. Deze plant hier is een van de grootste snacksplants in Europa en met zijn 8 technologieën zeker de meest complexe. Dagelijks stelt de plant een 500-tal gemotiveerde medewerkers te werk die gans het jaar rond producten produceren waar wij fier kunnen op zijn. Zo werken wij continu aan het verbeteren van onze producten en onze processen. Geloven wij sterk dat mensen het verschil kunnen maken en investeren wij volop in hun ontwikkeling. Gaan wij op een duurzame manier om met de natuurlijke rijkdom en verminderen wij de milieu-impact. Onze plant behoort tot de groenste voedselfabrieken in West-Europa. Sinds 2006 hebben verschillende verbeteringsprojecten geleid tot een drastische daling van het energieverbruik en het waterverbruik. Zo kunnen wij als plant ondersteuning genieten van centrale teams en centrale initiatieven om lokale projecten en veranderingen te ondersteunen. Wat dan ook onze medewerkers de mogelijkheid geeft om ervaring op te doen in een internationale context. PepsiCo is een bedrijf met heel veel uitdagingen en dat heel veel kansen biedt. Het is aan elk individu om die uitdagingen aan te gaan en de kansen te grijpen.